Dit voelt zo raar en ik heb jeuk. Oh, ik heb jeuk. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we zondag. Ik ga beginnen met een ontbijtje in mijn pyjama. Het is nu 12 uur. Ik heb heel wat administratie dingen gedaan. Ook nog een aantal foto's getrokken van boeken die terug naar de bibliotheek moeten. En momenteel ben ik aan het maken broccoli soep. Met mijn soepgroente van het pakket van buren bij boeren. Die waarover ik ook vertel. Zij of haar oktober 2019. Die zijn nu aan het koken. En ondertussen ben ik een beetje een restje rijst met currysaus aan het opwarmen. En Chateau Meiland aan het kijken. Ik moet straks gaan werken, dus dat betekent dat ik eventjes mijn rustzak ga maken. Met alle dingen die ik moet mee hebben. Dat eigenlijk heel goed meevalt, want ik heb... Waar is mijn rustzak zelf? En ik heb enkel iets als tussendoortje nodig. En mijn papier die ik moet binnendragen bij de CM. Zo zie ik eruit na enkel... Na een 20-tal minuutjes fietsen. Waarvan 10 minuutjes ongeveer. En een hele grote regenboog. ...een uitstelgedrag vertonen. Volgens traagheidswet... Ik had vandaag bijna mijn krantenpapier in het papier gehoord. En heel goed dat ik dat niet heb gedaan, want nu kan ik mijn schoenen vallen weer mee. Ik had er sneakers aan die alle regen doorlieten dus. Daarom kon ik ook zo het mes zo gaan uitvreden. Vervolgens te horen. Hey, het is nu 9 uur. Vanavond heb ik nog gegeten. Alleen gedronken van mijn soep en een stoetje erbij gegeten. En ik heb de Sims gespeeld en eigenlijk heb ik verder gewoon niets gedaan. Zalig toch? Nu ga ik eventjes mijn tandjes poetsen, mijn haar kammen en een maskertje aanbrengen, denk ik. Tot straks! Dit voelt zo raar en ik heb jeuk. Oh, ik heb jeuk. Het is foaming. Zo'n foaming mask. Oh, dit is... Oh, dit is niks voor mij. Oh, ik vind dit gevoel echt niet aangenaam. Ik heb zin om recht met die af te halen. Oh, dat was dus zo niet voor mij. Het is gewoon als het gevoel dat je zo'n jeuk hebt, dat je zo niet aan kan krabben. En dat over je heel je gezicht. Oh, niks voor mij. Kijk. Zijn er mensen die deze vlog kijken die dat wel al geprobeerd hebben en die dat wel leuk vonden? Een stukje lezen, maar jammer genoeg iets te kort. Aangezien dat het al redelijk laat begon te worden toen ik begon te lezen. Maar nu ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doedels!